Ergens begin dit jaar werd mij een nieuw persoonlijk begeleider toegewezen. Zonder meer een slagvaardige dame die in overleg met mij het plan omvatte om mij toch vooral tot meer een zelfstandig cliënt te promoveren. Use it or lose it. Gebruik het of raak het kwijt. Boodschappen die trouw wekelijks door partner werden gebracht, dat was al snel verleden tijd. In de benen man, dat kan je gewoon zelf. Ik probeerde nog gebruik te maken van een online thuisbezorgdienst, maar nee, gewoon lekker zelf halen die boodschappen. En toegegeven, met Scootmobiel en boodschappenlijstje door de Jumbo crossen, dat geeft wel voldoening. Daarna kwam ze met een nieuw plannetje. Ga je een keer mee naar de atletiekbaan in Uithoorn? Maar natuurlijk, ik heb al heel lang niks aan verspringen gedaan. Er viel me daar meteen iets op. Wat een bijzonder aparte fietsen werden daar gebruikt door mensen met een beperking. Driewielig en vaak voortbewogen met één niet aangedaan been. Voordat ik wist waren er drie mensen heel geduldig en deskundig bezig om mij ook op zo'n frame runner, want daar heb ik het over, te hijsen. Een aardige uitdaging, want mijn linkerbeen doet al ruim 17 jaar niet wat ik probeer aan te sturen. Plus extreem gevoelig latent trombosebeen. Vrijwilligers zijn heel geduldig, empathisch en secuur bezig om ervoor te zorgen dat je niet alleen doet alsof je het leuk vindt, maar het ook echt als zodanig ervaart. Voor het eerst in jaren kan mijn niet aangedane been weer een echt vloeiende loopbeweging maken. Dat wil zeggen, dit kleine wonder is echt een belevenis. De valide buitenwereld zal er vast anders tegenaan kijken. Dit is voor mij een openbaring. De persoonlijke begeleider huppelt vrolijk mee, want concurrerend tempo zit er voorlopig nog niet in. Ooit in het ver verleden was ik zelf actief, bescheiden beoefenaar van de hardloopsport, totdat een herseninfarct in 2005 invloed had op heel veel dagelijkse activiteiten. Maar drie keer per week langs het Amsterdam Rijkanaal rennen was zeker geen optie. Enfin, nu zat ik dus op een frame run loopfiets. In beweging, neus omhoog, wind om de oren. Dit komt wel heel dicht in de buurt van hardlopen. Wat een persoonlijk begeleider. Wat een liefde, zorg en aandacht. Ik ben verkocht.